Hoe is het nu? Dankjewel. Nou ja, nu is het heel erg goed, maar ik heb wel een beetje deodorant nodig, denk ik. Want, klotsende oksels vanavond. Klotsende oksels vanavond, inderdaad. Ja, het was echt, het viel niet mee. Maar... Je hield het ook niet alleen onder je oksels, maar ook in je ogen hield je niet droog, hè? Nee, ja, maar als ze zo'n mooi nummer zingt, dan hou ik het niet. Wat gebeurde er? Ja, het is gewoon, als je zusje daar zo'n mooi nummer staat te zingen, ja. Het is gewoon, ja, ze komt gewoon binnen en gelukkig bij de rest van Nederland ook. En ja, ik vond het onwijs mooi. Ja, hoe kijk je als broer hier tegenaan? Ja, enorm trots. Echt enorm trots. 9 maanden geleden of zo zijn we geloof ik voor het eerst naar een theater gegaan waar de eerste ronde was waar het publiek bij mocht zijn. Nou ja, toen hadden we al zoiets van, nou ja, ze is wel gewoon onwijs goed. En ja, ze zou het zomaar kunnen worden. En als het dan ook echt wordt, nou, dat is echt ongelooflijk. We houden met de beide benen op de grond, hoewel dat heel erg gek klinkt natuurlijk bij Mary Poppins, die de lucht in moet zweven. Nee, ja, dat is zo. Ja. Ja, we hebben de voorstelling gezien in New York en het was echt fantastisch. En ja, ik kan niet wachten om mijn zusje te zien zweven door het theater. Echt te gek. Nog heel even wachten en dan is het zover. Ja, 11 april volgens mij hoorde ik net. Dus, gefeliciteerd. Dankjewel.